Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, het gaat vaker en harder regenen. We krijgen meer te maken met langere periodes van droogte. Dat betekent dat de manier waarop we hier in Nederland leven, ja, dat dat veel meer van ons vraagt. En dat betekent ook dat de manier waarop we gaan bouwen, nieuwe woningen, nieuwe bedrijven, nieuwe wegen, moet veranderen. Natuurlijk, we hebben een enorm tekort aan woningen, dus de komende jaren zal er ontzettend veel bijgebouwd moeten worden. Maar als waterschappen vinden we het ontzettend belangrijk dat het op een klimaatbestendige manier gebeurt. Dat er rekening wordt gehouden met hoe de manier waarop het water werkt, hoe de bodem in elkaar zit. Dat moet echt veel beter dan we de afgelopen decennia, eeuwen dat hebben gedaan. En we pleiten daarom voor veel strengere regelgeving op het gebied van bouwen en ruimtelijke inrichting, zodat water en bodem leidend wordt in de manier waarop we met bouwen in Nederland omgaan.